Vandaag ga ik een vlog opnemen, omdat ik vandaag mijn proclamatie heb, dat wil zeggen dat ik mijn diploma van het secundair onderwijs krijg. Dus ik heb mijn middelbaar afgemaakt en kan volgend jaar gaan studeren. Ik dacht, waarom geen vlog maken van deze dag? Dus ik ga je vandaag eigenlijk meenemen in mijn dagelijks leven, of toch in mijn proclamatiedag. Ik ga laten zien hoe ik mij klaarmaak voor mijn proclamatie. Ik laat jullie zien dat ik mijn make-up aanbreng, voordat ik mijn haarstijl en mijn outfit enzovoort. Maar ik ga beginnen met mijn haar. Laten we beginnen. Eerst en vooral ga ik wat olie aanbrengen op de puntjes van mijn haar. Gewoon voor de hitte. Dat het een beetje beschermd is. En dit is de L'Oréal Paris L7 Lish Intense Serum Anti-Frizz. Dus ga ik gewoon twee pompjes mijn hand doen. Inrussen en dan mijn puntjes aanbrengen. Wat ik daarna neem is mijn Iron Guard. Dus dit beschermt je tegen het warm worden. Je hebt ook veel goedkopere producten, bijvoorbeeld van Dove. Die je zelfs in Action kan vinden van Dove. Of gewoon in het kruidvat heb je er ook verschillende. Ik heb er nu een van Shein, omdat ik die gratis bij mijn stijltank van Shein heb gekregen. Dus die ga ik aanbrengen. Je wilt zeker niet te veel, want dan gaat je haar heel crispy aanvoelen. Twee keer op mijn handen goed inbrengen om dan de rest ook een beetje bescherming te bieden natuurlijk. Nadat ik mijn haar goed verzorgd en tegen de warmte heb beschermd, ga ik mijn tangle teaser gebruiken om door mijn haar te gaan. Ik zal even laten zien welke krultang ik gebruik. Ik heb de Lustrum pakket van Nume. Die kan je online bestellen. Het is een Amerikaans merk. Dus je moet eraan denken dat je een converter hebt van Europees naar Amerikaans. Dus dat je het Europees kan insteken en een Amerikaans er kan in bevestigen. Deze kosten wel redelijk wat, maar ik zal de site toch hier beneden laten. Ik gebruik nu de kleinste ronde, omdat ik redelijk kleine krullen wil. En dan ga ik eraan beginnen. Ik ga eerst mijn haar opdelen in twee stukken. Al het haar dat ik van boven vast heb, ga ik dan nu even vastmaken met een elastiekje. Zo in een dotje. En dan maak ik deze vast. Ziet er een beetje raar uit nu. En dan ga ik gewoon in twee delen. Bij deze krulwand komt een handschoen bij die ik vaak gebruik, omdat ik mij toch regelmatig durf te verbranden. Dus dan doe ik de handschoen aan, omdat ik me dan niet kan verbranden. En dan gaan we eraan beginnen. Ik begin van achter, dus ik pak een achterste stuk. En ik krul van mijn gezicht weg. En dan laat ik die op mijn hand vallen. En laat ik die voorzichtig uitzakken. Natuurlijk moet je wel de handschoen aan de juiste hand dragen. Dan nemen we het tweede plukje. Ik doe hetzelfde langs de achterkant. Zoals jullie kunnen zien is mijn onderste deel gedaan, dus nu ga ik mijn dot losmaken. En ik ga één helft loslaten en de andere terug even omhoog doen. En dan gaan we met dit stuk beginnen.
Mijn haar gaat heel raar uitzien nu. Dan probeer ik dit weg te houden. Ook weer weg van het gezicht. Gedaan. Zoals jullie kunnen zien heb ik het laatste plukje van voor vast van deze kant. Doe ik gewoon hetzelfde mee. Alleen ga ik deze wat strakker aantrekken hier van voor, zoals jullie kunnen zien aan de krul. Zodat die meer naar de zijkant gaat vallen. En dan laten we die ook vallen naar de zijkant, zoals jullie kunnen zien. En dat is dan al één kant klaar. Het eerste dat ik heb aangebracht op mijn nagels is een beschermde coat. Dan breng ik de Chic From Ears to Tail aan. Gewoon een heel licht roze nagellak van OPI. Zoals ik hier al heb gedaan en ook hier voor de eerste laag. En dan als topcoat gebruik ik de Essence Nail Art Satin Mat. En dan krijg je dit matte effect. Nu heb ik mijn tweede laag hier aangebracht. Dan ga ik zo meteen de topcoat aanbrengen die het mat gaat maken. Zoals jullie het verschil hopelijk wel kunnen zien, blinken deze nog wel redelijk hard en zijn deze dus echt wel mat. Ik ben nu mijn nagels aan het laten drogen en tennis aan het kijken, omdat onze Belgische Van Uitvank aan het spelen is. En ik vind tennis echt gewoon een super mooie sport om te kijken. Mannentennis prefereer ik, maar ik kijk natuurlijk ook naar onze Belgische vrouwen. Ik heb er juist naar Flipkes gekeken, een stuk van Goffin en dan nu naar ons Alison Van Uitvank. Ik ben nog steeds naar de tennis aan het kijken. Alison Van Uitvank staat 1 set achter. Nu ga ik even verder kijken naar de tennis en dan zie ik jullie wanneer de match van Alison gedaan is. Ik kom nu even in de spiegel omdat ik jullie mijn outfit ga laten zien van vandaag. Niet voor de proclamatie nog niet, maar gewoon mijn outfit voor door de dag. Het topje van de H&M, zeer los, een crop top of course. En het heeft dan ook super leuke bandjes aan de achterkant, wat ik echt super mooi vind. En dan heb ik een shirt aan, zoals jullie kunnen zien. Ook een heel super high-waisted shirt, super vintage misschien ook wel. En die is hier met een rits omhoog en komt redelijk laag, maar juist over je billen. Dat is goed genoeg voor mij. En deze is van American Apparel. Ondertussen mijn teennagels aan het laten drogen. Die heb ik gekleurd in dezelfde kleur als dit gelakt. Terwijl ik ze laat drogen, ga ik mijn squats doen. Ik heb dit nog nooit eerder vermeld op mijn kanaal, denk ik. Maar ik ben de 30 Days Squat Challenge aan het doen. Wat wil zeggen dat je elke dag meer en meer squats moet doen. En om de 3 dagen heb je een rustdag en daarna moet je weer meer doen. En het gaat van een ongeveer 30-tal of minder of iets meer tot een 250 denk ik. En ik ben nu vandaag aan 110. Dus die ga ik nu nog even doen. Ik heb juist mijn make-up afgehaald. Omdat ik zoals voor mijn Get Ready With Me video mijn make-up ga aanbrengen. Maar mijn kat is aan het slapen op mijn bed. En ik dacht dat het misschien wel leuk was om te laten zien wat ik uit de Issy Paris heb gehaald vandaag. En ook ben ik even langs geweest bij die. En ik heb een paar spulletjes zegt dat wel leuk is om snel even te laten zien wat ik allemaal had. Metallic tattoos. En dan van hetzelfde merk heb ik ook nail metallic tattoos. Real Technics Miracle Complex Sponge. Bourjois Magic Nail Polish Remover voor uw handen en uw voeten. De Rimmel Match Perfection in de kleur 100 Ivory. Was aan de helft van de prijs. De Rescue Gel Effect Topcoat van Maybelline. De Color Show 60 seconden droog in Love This Sweater. Marita Ora van Rimmel, de kleur 498. Rain, Rain, Go Away. Dus een beetje hetzelfde kleurtje.
Alleen is deze grijziger en deze wat bruiner. Dat misschien ook even wat ik in de Cipari kreeg eigenlijk. Ik ben zo excited voor deze, de Clarisonic. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het is een reinigingsapparaatje. Super gekend, super populair in Amerika, in Brittannië. En het is nu ook te verkrijgbaar in de Cipari. Dit is de Mia 2 voor het gezicht, dus de Facial Sonic Cleansing. En ik heb het dan in het paars. Ziet er, ligt eruit in de doos en heeft een glittertje. Allee, zo'n schijn. Ik ben hier gewoon echt super blij mee. Dit heb ik gekregen voor mijn goed rapport. En ik hoef dat niet, maar ik vind het wel heel lief dat ik het gekregen heb voor mijn goed rapport. Ik denk dat dit 150 euro kost, wat best wel veel geld is. Maar blijkbaar is het echt wel waard. Zeker als je een huid hebt met last van acne en onzuiverheden, is het blijkbaar echt super goed om mee te reinigen elke avond. Ik zal er waarschijnlijk nog wel een video over doen, of een review. En dat ik het gebruik en al deze dingen. Maar nu wou ik het gewoon even laten zien dat ik er gewoon super blij mee ben. Ik wilde dat zo lang, maar het is gewoon super duur. Maar ik had dus een kortingsbon van de Cipari. En dan kregen wij 13% korting. Dus kostte het nog 105 wat, of 100. Wat wel een groot verschil is. Dus. Voor ermee te wassen heb ik een cleansing water van mijn mama gekregen. Van Shiseido. Deze is blijkbaar speciaal voor de jeugd die zo wat probleemhuid heeft. En ik ben nog wel jeugd of jong volwassen, maar ik heb een probleemhuid. En ja, ik wil deze echt super graag proberen. Dus dankjewel mama. Ik had een foute lipstick meegekregen en ik ben die gaan wisselen in een andere. Dit is dan nummer 1. Beige Chanel Nude Beige. Dus ziet er zo uit in de verpakking. Is ook gewoon echt een super mooi kleurtje. Ziet er zo uit. Het is super naturel. Ideaal voor zo even snel aan te doen wanneer je naar buiten gaat. Dus eigenlijk had ik de kleur 13 koraal. Alleen een koraalkleurtje, maar die was er niet. En ik had de fouten meegekregen. En dan heb ik voor deze geruild, omdat ik deze ook wel graag wou. En dan hebben ze mij het super leuk meegegeven. Dit heb ik gratis gekregen. Het is een J'adore van Dior setje. En het ziet er zo uit. Hoe schattig is dit? Het heeft een body lotion of een body milk. En het klein parfumpje. En zo schattig. Ook nog een sample of een kleine van Elin gegeven bij Terry Mugler. Nooit geroken eigenlijk. Oh, hij is zo klein. Oh. Look at dit. Hoe schattig is dit? Een kleine alien verpakking. Oh my god. Ik moet het ruiken. Vind ik geweldig. Ik wil het meer krijgen. Van die kleine schattige parfumtjes, die mooie flesjes. Oh. En aangezien jullie waarschijnlijk zo aan mijn shoplogs kijken, denken jullie, oh my god, ze koopt zoveel, ze heeft zoveel geld. Nee, ik ben gewoon een beetje... Ik zal het anders zeggen, ik heb gekocht over de laatste weken. Ik heb die dan samen in verschillende hauls gestoken, omdat ik die zelf graag kijk. En weet dat jullie vaak graag hauls kijken. Dus het is niet van dat ik dat in één keer koop. Ik koop vaak gewoon verschillende dingen. En dan, omdat mijn examens ongeveer 3 weken in beslag hebben genomen of meer, heb ik al een hele tijd eigenlijk gespaard om dan dingen te laten zien in een haul voor jullie. Dus ik wil zeker niet doen alsof ik superveel geld heb of superveel kan kopen. Want dat is niet. Ik werk voor mijn geld en ik krijg wel eens een cadeautje van mama of van mijn mama of van weet ik niet wat. Maar heel veel van mijn make-up en al mijn beautyproducten koop ik zelf. En daar ga ik dus ook voor werken, zoals ik zeg. En ik heb gewoon periodes dat ik echt bijna niks koop. En dan periodes dat ik echt gewoon een soort kleine koopverslaving heb en dat ik redelijk wat koop. Maar dat is mijn eigen geld. Dus ik doe maar wat ik wil, denk ik dan. En ja. Mijn huid. Makes me so sad. Wat ik ook nog even wil zeggen, ik heb die nu al op, maar de Instablur van de Body Shop is echt gewoon een supergoede primer. Echt waar, supergoed. Zeker als je dus zoals mij een huid met veel acne of vroeger veel acne gehad en je hebt dus of grote poriën. Dit helpt zo goed. Als je het op doet, zijn er precies al je poriën verdwenen en het is echt gewoon een super primer. Echt waar, echt een aanrader. Ik weet niet wat ik moet doen, ik moet mijn tanden nog poetsen, maar ik heb die al gepoetst. Maar nog eens, ik ben echt obsessief met mijn tanden poetsen. Als ik ergens naartoe moet, dan poets ik die echt makkelijk 3-5 keer op een dag. Ik weet niet waarom, maar... Ah ja, ik heb ook een beugel langs de achterkant. Wat misschien ook niet veel mensen wisten, maar ik heb dus een beugel langs de achterkant. Ik had echt... Oh, mijn tanden waren zo scheef. Maar ze zijn echt al veel beter nu. Ga ik mijn kat eens even laten zien? Poesje! Poesje! Melody!
Ze wil niet antwoorden precies. Ze is goed aan het slapen. Hey! 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 Oké, ouwe. Ik heb haar wakker gemaakt. Een beetje toch. Oeps, sorry. Oh my god. Ik gebruik de Catrice oogschaduwbasis om mijn oogschaduw langer te laten zitten. Dit blend ik gewoon in met mijn vinger, zoals je kan zien. Voor mijn ooglook gebruik ik het Naked 3 palet. Hier breng ik de kleur Limit aan met de Real Techniques Eyeshadow Base Brush. Dan neem ik de kleur Strange, dit is de lichtste witte kleur uit het palet, om onder mijn wenkbrauwen aan te brengen. Met dezelfde Real Techniques brush en dan blend ik met de Luxe Soft Definer van Zoeva. Dan neem ik de kleur Burnout en dit breng ik ook met dezelfde kwast aan op mijn ooglid. Real Techniques Accent Brush. Met de kleur Dust, die gebruik ik dan in mijn ooghoeken om een soort van highlight aan te brengen, zodat mijn ogen er meer uitspringen en groter tonen. Dan naar de kleur Burnout om nog eens over het ooglid aan te brengen en dan uit te blenden met de Zoeva Soft Definer. Dit is een borsteltje uit de HEMA waarmee ik de kleur Nooner mee aanbreng in de arcadeboog. Luxe Petit Crease en de Luxe Soft Definer om mee uit te blenden. De kleur Liar breng ik dan aan met de Luxe Petit Crease borstel van Zoeva in de arcadeboog weer. Gaan we weer blenden met de Zoeva Luxe Soft Definer brush of borstel. Terug naar de kleur Dust. Die brengen we aan met de Real Techniques Eyeshadow Base Brush. Om dan Strange, de highlight kleur, erboven aan te brengen en weer in te blenden. De Collection Long Lasting Perfection Concealer in de kleur Fair breng ik aan met de Real Techniques Complexion Sponge. Onder de ogen maak ik een soort van V-vorm. Dit doe ik om mijn donkerheden onder mijn ogen weg te werken, maar ook om een soort van natuurlijke highlights te creëren. Daarna conceal ik al mijn imperfecties. Revlon Colorstay Foundation voor Oily Skin in de kleur 150 Buff. Ik breng de foundation op mijn huid dan met mijn vingers, zoals jullie kunnen zien, maar dan gebruik ik de Complexion Sponge van Real Techniques om deze mooi in te blenden. Wenkbrauwpotlood van Milijn in de lichtste kleur. Hiermee vul ik dan mijn wenkbrauwen in. Om mijn wenkbrauwen in plaats te houden, ga ik er daarna over met de Anastasia Deep Brow Pomade in de kleur blond met een eyeliner brush van Zoeva. De MAC Mineralize Loose Powder, waarmee ik dan mijn foundation zet. Een bronzer van Milijn in de kleur 1. Hierbij gebruik ik mijn Real Techniques Buffing Brush. Zoals jullie kunnen zien, maak ik een soort van visgezichtje, waardoor ik kan zien waar ik juist mijn contour moet aanbrengen op mijn kaken. De blush Down Boy van The Balm. Hier gebruik ik mijn Stippling Brush van Real Techniques. MAC Mineralize Skin Finish in de kleur Lightscape. Oogpotlood Essence Big Bright Eyes. Binnen de richting humane wetenschappen lieten de jongens zich opmerken als de humane boys. Samen met de humane girls vormen zij een groep empathische leerlingen met een eerlijke bescheidenheid en een open geest. Die staan voor sociale bewogenheid en kritische zin. De ene blinkt uit in doelgerichte aanpak en focus, andere vertonen politieke bevlogenheid. En er is de creatieve cameraman en het presentatietalent. De sportmannen, een andere leerling kleurt de dag roze
of geeft blijk van een verbluffend historische background. De overwegend ernstige toewijding tijdens de lessen combineren zij graag met een dosis vrolijkheid, zoals het linken van humaan-wetenschappelijke thema's aan een in de glorica sketch. Kortom, een warme groep zeer diverse leerlingen. In verbondenheid. Nikki. Ik heb niet zoveel gedaan, maar toch, de proclamatie was vermoeiender dan dat ik dacht. Ik hoop, ondanks de weinige beelden van mijn proclamatie, dat jullie ervan genoten hebben. Het was gewoon een heel formele bedoeling en er was gewoon geen tijd om meer te filmen dan het stuk dat ik mijn familie heb laten filmen. Dus ik hoop dat jullie toch iets aan deze vlog hadden, aangezien deze misschien best wel saai was doordat ik niet echt veel heb gedaan ofzo, maar zelf kijk ik vaak graag vlogs van YouTubers die eigenlijk gewoon normaal saai dagelijks leven leiden, om het zo te zeggen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden en dan zie ik jullie weer bij mijn volgende video of vlog. Dag!